Hoi. Zo, de camera is verplaatst. Ik maak vandaag video met mijn dikke mens. Nee, met mijn zus, Rosanna. We gaan doen dat zij hier, dit dikke mens waar ik het over had, 10 moeilijke, maar niet al te moeilijke vragen aan mij gaat stellen. En dan als ik er eentje fout heb, gaat ze hier met verf. Ik ga haar wenkbrauwen, zeg maar, make-uppen met deze verf dingen. Met deze. Maar ik wil eerst nog wel even wat zeggen voordat je het zelf thuis ook gaat doen. Als je het thuis ook gaat doen, dan doe het dan wel met toezicht van je ouders. Want je weet maar nooit of het in je ogen kan komen en zo. Nee, maar ik ga toch gewoon niet jouw mascara doen met verf of wat? Ja. Maar ik zeg maar, heb ik niet genoeg zwart als er een krolletje in mijn oog valt, bijvoorbeeld. Dus... doe alvast een duimpje omhoog en abonneer, want ik zeg je, dit wordt een leuke video. Oké. Eerste vraag is... Wanneer is mama geboren? Ze is nu 46. Nee, je moet gewoon het getal. Ik ga niet gokken of zo. Nee, je moet gewoon het goede getal noemen. Hup. Oké. 19, 64? Nee. Echt niet? Zelfs zijn ouders zijn de papa. Het goede antwoord is... Oh ja, 1974. Nee. Wat dan? 1970. Kan niet. Jawel. Kan niet. Wel, mama is 3 jaar jonger dan papa. Voilà. Yeah. Beginnen met deze mooie... Niet al te veel hoor. Niet al te veel. Nee, ik ga gewoon je wenkbrauwen inleggen. Is het een klein stukje? Nou mensen, ze is er mee bezig hoor. Check eens aan. Kijk, dit is mijn echte wenkbrauw. Oh, het zit op je shirt. Echt? En op je hand. Stomme kakmens. Maar goed, we gaan gewoon lekker verder. Ja, oh, jullie zien het zo. Nou mensen, dit is het resultaat. Perfect. Oké, door naar de volgende vraag, nummer 2. Moeten we vandaag. Ja, bedenk. Ja, ik weet het. En het is? Tot hoe lang woonde ik in Alkmaar? Toen jij nog niet was geboren. Weet ik veel, wanneer ging je naar weg? 2005 was ik geboren. 2005. Jij was 3 jaar geleden. Jij was daar. Jij zit nu. Toen zat je gelukkig op 10, dus 3 jaar terug. Ben jij... Zeg nou gewoon je antwoord! Oh. Niet doen. Nee, joh, ben jij maf? Allee. Toen woonden we hier al. Het goede antwoord is 2007. Dat klopt niet. Jawel, want ik ging toen ik 2 was, ging ik daar weg. Ja, maar ik ben in 2007 geboren en ik kwam hier op school gelijk dat ik aankwam. Ik was 4 dat ik hier ging. Dus het klopt niet. Wat jij nu zegt. Weet ik. Maar toen je geboren werd, dan ga je toch ook niet meteen naar school? Of ben ik nou maf? Nee, wacht. En je zat eerst ook nog op de school in Egmond. En jij werd in... 2008! Nee, het is 2007, want die 2007... Ja, maar ik snap jouw kutvragen niet. Laat maar. Het goede antwoord was 2007, oké? Eerlijk. Wat zal ik doen? Is niet eerlijk. Wat zal ik eens... Ik ga je blush doen. Nee, dat zie ik niet ja, uit. Jawel. Echt niet uit. Jawel. Waarom nu het video? Nu met deze roze. Oh god. Oh nee. Jullie zien zo. Ah, pas op mijn ogen. Oh, oeps. Ja, doe het even met... Jullie zien zo het resultaat. Dit voelt heel raar. Je ziet het niet eens zo goed, man. Hou je hoofd eens een keer stil. Je bent aan het filmen. Oh. Nou, dit is het resultaat. Ik ben net een clown. Check dit dan. Oké. Op naar vraag nummer... 3. En? Wat betekent dit wat hierop staat? Kijk, dit. Ja, maar ik ben ook...
ook niet goed in Engels. Probeer. Ik weet niet wat enjoy betekent. Gok is wat. Ik vind het echt niet. Als je het goed hebt, krijg je een snoepje. Ja, ja. Dat zit hierin. Ja, maar ik weet nog ineens wat enjoy betekent, man. Probeer gewoon. Zit erin. Oké. Gekke vorm. Ik wil maar een snoepje pakken. Oké. Enjoy, enjoy, enjoy. Wat betekent dat? Wacht, ik vraag het even aan mama. Nee! Wat een vals spelen. Nee. Ik weet het echt niet. Geef me een hint. Geniet. Is het geniet? Zeg gewoon waar het erop staat. Geniet van de little ding, kleine dingetje. Dat is goed. Echt? Ja, dat is goed. En nu krijgen we een snoepje. Yeah. Oh, dat was het waar. Nu moet jij het op mijn gezicht doen, hè? Yes. Yes, oké. Okay. Ja, dus. Hè. Dat is de... Oké. Nou, toen ben ik het even wel beter goed vanavond. Nee, geen paars over me. Paars staat mee. Voor je. Wat ga je ermee doen? Ik ga de wenkbrauwen doen. Ik ga de wenkbrauwen doen. Lekker paarsje. Ik wil geen paars. Nou. Dat is echt... Prachtig, vooral met die bril erbij is het dan mooi. Goed, jij bent weer. Geef me een vraag. Ik voel me als Paul Zimmer met de vraag van vandaag is nummer 4. De vraag wordt... Wat betekent... Hoe zeg je potlood in het Engels? Jesus. Ik ben je zus, ja. Goed, hè? Ja. Oké, okay, Doe eens even rustig met dat ding. Jezus Christus. Stijve stink? Nee. Ja. Nee, even een serieus antwoord. Ja, weet ik veel. Met je poppenkop. Oh. Hou eens even op met die dingen. Bedenk even wat. Ja, weet ik veel. Ik heb toch ook geen Engels gehad of zo. Probeer wat. Ja, probeer. Dan krijg ik de hele tijd dat woord. Zeg het gewoon. Punt vijver stick. Nee. Het antwoord is pencil. Ja, weet ik veel. Maar dat woord ken je toch wel? Nee, ja, ik ken potlood het woord wel, maar ik heb pencil. Gedisqualificeerde vraag. Nee, helemaal niet. Jij krijgt gewoon vijf op je smoel. Nee. Jawel. Nee. Wel. Nee. Wel. Nee. Wel. En dan doen we een mooie blauwe lipstick. Nee. Eten bij, kom maar. Oh. Nou, oké. Okay. Ja, afrond. Sorry mensen, maar we moeten eten, zoals je net gehoord hebt. Misschien. Nog even gaan. Nee, we gaan geen lippenstift doen. We gaan of mijn neus. Sorry. Sorry. Godverdomme! Kun je eentje toepen kijken of zo? Sorry. Ik stop die hele verfpunt in haar mond. Niet op mijn tafel. Je spuugt gewoon mijn hele bureau onder. Kijk dan! Je spuugt gewoon mijn hele bureau onder. Nou, nu ga je verboeten ook. Ja, nee, op mijn neus. Oké, okay, we're off the rest. Even snel. Doe het tot de 5. En dan zie je die wel voor een andere video weer. Oh, dat vind ik zo. En nu gaan we zo eten. Oké, doei.